Hallo lieve mensen, daar zijn we weer. Het is vandaag zaterdag en vandaag ga ik een bilswap doen of geld wisselen voor nepgeld. Ik heb natuurlijk laatst best wel weer veel gestuft, omdat ik vakantiegeld en belastingteruggave nog had gedaan. Dus ik ga even dit gebruiken om geld te wisselen. En er zijn dus gewoon placeholders van wat dan op mijn rekening zou moeten staan of komen te staan. Dus ik heb verschillende nominaties hier natuurlijk. Zo ietsjes meer deze kant op. Ik heb geluidseffecten ook gelijk weer aan. Ik heb 2 van 1000 nog. Zou het toch leuk zijn als ik deze ook nog bij maken. We gaan zien. Maar ja, gewoon beginnen. Ik krijg ze niet terecht. Nou, dat zal. Ik heb in ieder geval ook pen en papier, zodat ik weer kan opschrijven wat ik allemaal met mijn mapjes doe. En ik ga gewoon beginnen met het eerste mapje. Deze trouwens toch maar even hierheen. Ik ben blij dat het weekend is. En het is op zich best lekker weer. Het is wel grauwig buiten, maar de temperatuur is in ieder geval wat beter vergeleken met de afgelopen tijd. Dus jee, blij mee. Oké. Ik heb de laatste weken wel hier en daar even zitten schuiven met het geld. Omdat ik hier en daar 50's nodig had. Ik had ze niet per se nodig. Ik wilde de 50's opmaken. Dat ik ze niet meer nodig had. Ja, goed verhaal. Want ik heb namelijk geshopt voor kleding. Even nieuwe kleding dus. En ik heb ook online geshopt. Maar daar gaan we straks op terugkomen. In ieder geval, ik zit weer te brabbelen. Ik ga gewoon met het eerste mapje beginnen. Elektrische fiets. Daar heb ik al 500, 600 op de rekening staan. Wordt dan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Gaat sowieso naar elektrische fiets toe. Dus even kijken naar de fiets. Wauw, lekkere handschrift ook weer. Maakt niet uit. Dus nog één keer tellen. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 euro. Ga ik dan lekker hierop zetten. En hij staat nu dan ook even genoteerd dat ik dat weet. Dan komt er een 100 euro placeholder. Dus heb ik 500, 600, 700, 20, 30, 35. 735 euro voor de elektrische fiets. Dus dat is mooi. Hoppa. Brillen. Ga ik ook eens eventjes kijken hoe ver we hiermee zijn. Dan heb ik in ieder geval 100, 200 online. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 euro voor de bril precies. Dus dat is ook weer mooi. Gaat 100 euro hierheen. Dan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 euro. Wordt dan aan de kant gelegd. Oké. De handdoeken is vol. Jee, heb ik 100 op de rekening. 10, 20, 30, 40, 50 voor de handdoeken. Handdoeken gaat 50 euro naartoe. En toen had ik nog gevraagd, zou dit voldoende zijn voor handdoeken? Ja of nee? Ik wil wel hele grote handdoeken. Zo heeft Bert dan wel weer. En ik zat te denken, ik kan dan ook gelijk alle handdoeken in huis vervangen. Zoals ook theedoeken en dergelijke. Dus ik heb besloten om toch nog maar een extra rondje te sparen. Want hé, waarom ook niet? Ik ben even ondertussen op zoek. Ja, dus echt mijn hoofd werkt niet vandaag. Ik weet niet wat het is. In ieder geval, ik ga nog één ronde sparen. Voor de handdoeken. Dus ga ik ook voor washandjes, theedoeken, vaatdoeken, noem maar op.
ga ik gewoon nog even een extra rondje sparen. Dus ja, ik ben gewoon zo'n mutsje gewoon gelijk een luxe wil. Want ja, stel je voor hè, dat het niet luxe genoeg is voor je. Oké. Die is er schoon en dan gaan we gewoon nog een rondje sparen. Poezel. Die krijgt waarschijnlijk ook wel genoeg weer. Meisje is hartstikke rijk. 10, 20, 30. Dan gaan we gewoon even. Oeps. Doe jij eens lief. 30 euro. Gaan wisselen. En dan heb ik hier nog vakantie. Oké. Ja, dat klopt. Ik had vast 100 op de rekening. 110 zelfs. Dus dan heb ik 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Daar kan ik een placeholder voor doen. Dus dan heb ik 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Dus in dat geval is er 90 euro. Oh. Dat er overgemaakt wordt naar vakantie. Dus dat is mooi. Daar heb ik 200 euro in vakantie zitten. En ik had hier ook nog een ander potje. Waar ben jij? Ik had jou er alweer weggestopt. Nou, de poes is er ook weer. Ah, balkon. Hier had ik, wat was het, 250 euro in zitten. Ik heb van de week kreeg ik een leuke financiële meevaller. Volgens mij zo'n 140 euro of zo. En heb ik gewoon gelijk gebruikt om spulletjes te bestellen voor het balkon. Het contant geld dat ik hier in had zitten, die heb ik gewisseld met het potje van de verwarming ombouw. Want daar had ik wat van online staan, dus ik kon het mooi even smokkelen met het geld. Dus ja, ik heb van alles besteld. Van die leuke tegelvlonders. En ondertussen zit de kat mijn gezicht te likken. Hij is zas, ik vind jou ook heel lief. Alleen zou vandaag heel veel binnenkomen. Alleen PostNL is de helft van mijn bestelling kwijt. Echt super handig, maar niet heus. Dus ik heb nu van allemaal spulletjes hier in huis staan. Maar ik kan nog niet het balkon afmaken. In ieder geval, ik heb deze compleet leeggetrokken. En toen had ik nog iets van 30 euro over. Nee, 50 euro over. En toen heb ik daar iets heel spannends voor besteld. Een frituurpan. Want ja, zoals jullie weten, begint de snackbar ook al een beetje heel erg duur te worden. En het begint meer op een uitje te lijken in mijn ogen. Dus ik heb besloten om wel gewoon het potje snackdag, dan gelijk even erbij te pakken. Potje snackdag, waar ben jij? Hallo, die heb ik hier. Gaat iedere maand 10 euro en die hou ik wel gewoon, maar dat is dan meer om gewoon eens in de zoveel tijd wat speeltjes te kunnen kopen. Zoals frituurvet, frietjes en snacks voor in het frituur. Dus dit wordt eigenlijk gewoon een soort van snackvoorraadpotje. Goed verhaal weer. En ik heb helemaal weer douche gedaan. Dus mocht ik ooit nog naar een snackbar willen, gaat heus wel gebeuren. Dan moet het maar uit het potje uitjes gehaald worden. Tja. Nogmaals, ik vind het echt lekker dat ik dat... Wel, dat het wel die optie is, maar ik vind het gewoon nu officieel echt zonde van mijn geld aan het worden. Dus ja, dat ja. Maar in ieder geval, balkon is in dit geval officieel klaar en afgerond. De rest heb ik gecondensed. En jij zit heel erg in de weg, Poezel. Waarom zit jij in de weg? Ja, ga jij even aan mijn kant. Doei! Ze gaat dan ook echt tegen me aan zitten. Ik vind het hartstikke lief hoor. Maar is niet altijd handig. Ik ga naar het volgende mapje. Het blauwe mapje. Ga ik naar het pensioenpotje. Gaan we eens even zien hoe ver we ermee zijn. Dat is sowieso 1000. 50. 70. 75 online. Ik weet niet wat ik doe. 10, 20, 40, 60, 80. Oké, okay. Ik maak er even een zooitje van. 10,
20, 40, 60, 80 en 20 is 100. Dus deze komt even gezellig hierheen. En dan was het pensioen. Gaat dus 80 euro overgemaakt worden naar het pensioenpotje. Dus 10, 20, 40, 60, 80 euro naar het pensioenpotje. Waardoor ik dus uiteindelijk 1155 euro online heb moeten staan. Dus dat is mooi. En dan ga ik naar 40 plus. Dus voor als ik 40 jaar ben geworden. Om heel lang te gaan. Ik kreeg van de week nog een compliment van mijn collega. Van ik dacht dat je 29 was. Ik zag, dat vind ik nou lief van je. Dus mijn dag was weer goed. Niet alleen mijn dag, mijn hele maand was gewoon goed. Dat ik 7 jaar jonger werd geschat. Maar goed verhaal weer. 100, 200, 300 euro staat online. 20, 40, 50, 60. 20, 40, 50 euro ga ik overmaken. Dat is deze. Hup. Dan gaat deze dus online. Dat ja, gaat weer lekker. Fantastisch. Dus is de poezel lekker aan het spelen. 100, 200, 300, 350, 360 euro heb ik nu voor mijn 40 plus. Dus dat is weer een mooi beginnetje. En dan de hypotheek. Oh, ik kan niet meer schrijven, jongens. Maar ik wou zo dat mijn spullen niet binnen zijn. Vorige week is een spaconkatproef gemaakt. En ik was Sascha deze kwijt. Dus ik was best wel overstuur, want ik zit best langs een hele drukke weg. Dan ben ik gelijk doodsbang dat ik kapot gereden word. Of zo door iemand meegenomen, want ze vindt iedereen leuk en aardig. Dus daar ben ik heel erg bang voor. Dus ik ben naar buiten gevlogen. Ik overal als een gekke kattenvrouw roepen van Sascha. En ineens hoor ik in een struik hoor ik haar keihard huilen. Maar ja, ik kan die struiken niet in. Maar gelukkig heb ik haar eruit gekregen. En ze kwam echt met een dikke staart achter me aanrennen naar huis toe. Dus ja, ik heb de balkon even extra katproef gemaakt door extra tijrups aan de bodem te plaatsen. Want, oh mensen, mijn hart zat in mijn keel. En ik had ook geen idee hoe lang ze al weg was. Ja, dus dat hebben we ook weer gehad. Een lief dagboekmomentje. Maar in ieder geval, ik ga even verder. Hypotheek, dus 500, 600, 700, 740... 20, 40, 60, 70, 80. Dus ik heb 40, 50, 60, 80, 100. Oké. En de 20, 40, 50, 60 euro is het dan uiteindelijk dat ik naar de rekening moet storten. Want 40 euro staat er al op. Dat dus. En dan heb ik, let's see, 500, 600, 700, 820, 830 euro heb ik in mijn hypotheekpotje staan. Dus dat is ook weer heel fijn. En dan heb ik elektronica. Dan gaan we eens even zien wat er hier uitgehaald kan worden of ingedaan kan worden. Geen idee. Oké, dan heb ik 10, 20, 40, 60, 80, 100 precies. Deze gaat het niet worden, dat is een losse vijfje. Maar in ieder geval 100 euro voor de elektronica. 10, 20, 40, 60, 80, 100. Ja, gaat goed. Oh, ik word zo moe van mezelf. Ondertussen was je aan het draaien. Hebben jullie het voetbal gisteren gezien? Ik heb gisteren met eentje met al mijn vrienden toch stiekem gekeken. Maar wat zuur van het doelpunt zeg. Ja, 1500, 600, 700, 800, 900. Woe, het is al 2000. Mensen, 2000. Dus 100, 200, 300, 400, 500 en 500. Dat vind ik leuk. Dus ik heb 2005.
En dit is dus voor elektronische apparaten. En verwarming ombouw. Nou, hier heb ik dus met mijn online potje en met mijn balkon heb ik dus heel wat heen en weer zitten wisselen. Dus ik heb nu in dat geval nog 1010 op de rekening staan. Want ik had echt niet zoveel contant hier nog in zitten. Maar dan wil je mij niet overklagen. Het is fijn dat ik het online even kon wisselen. Zodat ik mijn spulletjes kon bestellen. Oké. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Zo even zo. Even 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oké, dat is dan de eerste. Gewoon een dikke stapel, hè? 10, 20, 30, 50, 70, 10, 20, 40, 60, 80, 90. Wat heb ik hier nou weer aan? Wat heb ik hier nou weer aan? Ik doe gewoon 50. Ja. 50, hoppakee. Dus €150 gaat naar ombouw en verbouwing natuurlijk. €150. Ja. Oh, ik kan nog een 50 doen. Hier. Wat een gekko. Ja, ik maak het weer moeilijk. Gaat in dat geval nog 40, dus het €190. Ik hoop dat jullie het nog een beetje begrijpen, want ik zit er even een zooitje van te maken. Maar in ieder geval, ik heb 1200. En als ik het zie, is het 1000. En elk rijtje is 100. Dan heb ik precies €1200. Dus in dat geval moet je wel goed zijn. Met een gekrabbel en gebrabbel. Matras is de volgende. Matrasje. Heb ik 500, 600, 750, hier, ook 200'tjes, 800. Hoppakee. Gaan we 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100. Nog één keer voor de zekerheid. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100. €100 wordt er overgemaakt naar matras. Het is toch wat. Oké. En dan heb ik 500, 600, 700, 800, €900 totaal voor het matrasje. Dus dat is heel erg fijn. Ik ben dus in dat geval net over de helft heen. Mijn woonkamer is de volgende. Hier kom jij. Heb ik online staan. 500, 600, 700, 800, 900. Huh? Dat is ook al 1000. Wauw, ik zit lekker op te letten, of niet? 100, 200, 300, 400, 500 en 500. Dus 1000. Oh, yay! Kijk, dus ik heb 1050 op de rekening. Dus 50, 60, 70, 80, 90, 100. In dat geval wordt er €50 van die 100 overgemaakt. Dus heb ik 50 en dan 10, 20, 30, 40, €50. Gaat lekker zo. Dus 1000, 120, 30. Woehoe. Oh, heerlijk. Ik ben zo blij, hè, dat het sparen zo goed gaat met deze, op deze manier. Ik kon voorheen op zich ook wel goed, redelijk goed sparen. Maar omdat het ook een speelse manier is, gaat het fantastisch in mijn ogen. Oké. Ik ga toch dit mapje even controleren. Want volgens mij komt bij de poes wel wat gedaan worden.
Want voorlopig heb ik zoveel in huis voor de poezel, dat het even niet nodig is. 20, 40, 60, 80, 100. Toch wel. Poezel. Gaat gewoon voor 100 euro. Ook naar de rekening. 20, 40, 60, 80, 100. Dat is ook weer mooi. Weer even een zorgje minder. Huishouden is 15. Wasmiddel kan ik ook wel wat veranderen. Twee vijfjes voor een tientje. Hoppakee. Gezondheid, verzorging, snackdag. Een Aziatisch genot is volgens mij ook goed zoals die is. Dan twee tientjes voor een twintigje. Hopsakee. Dus ik heb ook weer lekker dit gedaan. En dan ga ik naar het roze mappie toe. Kippie kippie. 10, 20. Kijk eens aan. Dagje wegfietsen. Gaan we eens even kijken. Dan heb ik sowieso ook het een en ander op de rekening staan. En dat is 35 euro. Dus 35, 40, 50, 60, 80, 100. Dus dit is 100. Ga ik naar de rekening storten. Dus heb ik 20, 40, 50, 60, 65. Dagje weg. Dat is 65 euro. Want ik heb er al 35 op de rekening staan. Dus 20, 40, 50, 60, 65. Kijk eens aan. Dat gaat ook weer lekker. Dus dan heb ik 120 euro voor dagje weg fietsen. Op eind augustus 2 weken vakantie. Dus dan hoop ik wat leuks mee te gaan doen. Me-time heb ik 100 op de rekening. 20, 40, 60, 70, 80, 90. Oh, het zou leuk geweest zijn als ik dit ook 100 was. Want ik heb laatst ook wat gedaan natuurlijk. 10, 20, 30, 50 doen. Ik doe gewoon lekker 50. Naar MeTime krijgt 50 euro. Oké, 10, 20, 30, 50. Het is niet normaal hoe verstapeld dit alweer is. Oké, dus heb ik 150 op de rekening en 40 maakt 190. Jee! Uitjes! 20, 40, 60, 70, 80, 35, 90. Deze laat ik lekker voor wat het is. Verschillende soorten nominaties. Het 50 dat hierin zat is ook verdwenen. Die heb ik weggedaan of gewisseld. 100 voor kleding op de rekening. 20, 40, 50, 60. Ga ik gewoon even 50 euro overmaken. Oeps. Ja, 50. Kleding. Want voorlopig denk ik niet echt nog wat nodig te hebben. Denk ik. Dus heb ik 10, 20. Wat doe ik nou toch? Ik weet niet meer wat ik doe. 20, 40, 50. Ooit gaat het goed komen. Denk ik. In ieder geval 50 euro. En dan ga ik deze twee even voor een tientje wisselen. Dan heb ik 160 euro voor kleding. Oké. Ooit gaat het goed komen. Schoenen. Laten we eens even zien. Dan heb ik 100 tot de rekening. 20, 30, 40, 45, 50. Gaan we ook lekker 50 euro overmaken. Ga er eens in, alstublieft. Zo de knetter zeg.
ik heb dus ruzie. €150 heb ik dan in totaal voor schoenen. Oké. Hebben dingetjes. Gaan we eens even spieken. 10, 20, 40, 60, 80, 100. We hebben ding. Ook dit ga ik overmaken. Want ik wil altijd wel wat, maar ja. Ik weet niet. Ik vind het voor nu wel even goed zo. En stel ik wil wat knalen, dan haal ik €50 of €100 van die rekening. Ik haal mijn dingetje wat ik wil hebben en het wisselgeld stop ik dan gewoon weer hier in dit mapje. Dus het is niet dat ik dan ook echt met de pin ga betalen. Oké, boeken en puzzels. 100 online, 20, 30, 40. Even dit wisselen voor het 20e. €140. Hoppakee. En het laatste mapje is het feestmapje. Daar heb ik voor mijn verjaardag 20, 40, 50. Ja, die gaan we ook gewoon lekker openmaken. €50. My baby, €50. En dan heb ik dus €55. Hoppakee. Mappadag heb ik 50, 60, 70, 90. Dit laat ik voor even wat het is. Want ja, Vaderdag is nu dan geweest. Maar mijn vader is van de week nog even jarig. Dus ik kan nog het leukste voor halen. Deze is goed, die is goed. En dan de feestdagen heb ik 50 op de rekening. Ja. 50 ga ik wisselen voor een andere 50, wat dus 100 wordt. Ja, goed verhaal weer. Dus heb ik hier 50, wat naar feestdagen gaat. 50 €. Het pakket. Dus dan heb ik 100 op de rekening en 35 hier. Dus, dat is dat. Oké. En dan ga ik deze eens even uitrekenen hoeveel dit in totaal bij elkaar moet zijn. Dus totaal is het bedrag een verrassing nog. Het is veel in ieder geval. Waardoor je mij niet overklagen. Dus 100 plus 100... plus 50, plus 90, plus 80, plus 50, plus 60, plus 100. Ik deed wat verkeerd, denk ik. Ik ga even zachtjes doen. Oké. Als ik het in één keer goed heb gerekend, moet het €1485 zijn. Ik ga het even tellen. En als het klopt, dan is dat heel mooi. Nou, ik zeg, ik moet het echt even tellen. Oké. 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 60, 80, 100. Oeps. 20, 40, 60, 80, 100. Dus 1, 2, 3, 4, 500 is het al. 20, 40, 60, 80, 100.
20, 40, 60, 80, 100. Dus sowieso al 700. Ik ga hem voor de zekerheid ook even in mijn rekenmachine zetten. Want ik heb mezelf al langer dan vandaag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dus, oeps. Nou zeg, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dus ook weer 100. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ook weer 100. Dus even plus 300 is... Ik zit nu op 1000, dus ik moet nu nog 1485 hebben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maar even zo, 10. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. 9, 10, dus 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 keer 5 is ook weer 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 is ook weer 100. 100, 200, 300, 400. Dus moet dit nog 85 zijn. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85. Oh, ik heb het gewoon een keer goed gedaan. Hoe fijn is dat? Heel fijn. Zo, de knetter. Nou, dit is dan weer een fikse stapel. En dit ga ik dus allemaal verrekenen de komende periode. Dat is dus één ding dat zeker is. Ik ga nu bijvoorbeeld alvast het geld voor komende maand apart zetten. Komende maand, dus maand juli, even spieken, heeft 1, 2, 3, 4, 5 weken... Dus dan mag ik €450 voor de maandelijkse potjes even aan de kant zetten. En dan heb ik gewoon een bestandje voor in mijn telefoon staan. Nominaties voor de 4 weken en nominaties voor 5 weken. Sasje mag even aan de kant. Ga even iemand pesten. Niet mij. Even kijken, wat heb ik hiervoor nodig? Wat ik hiervoor nodig heb. Even checken hoor. Dus 22 keer 5 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 keer 5. Dus dat is die. En dan qua tientjes heb ik er 20 nodig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hoppa. En dan van de tientjes heb ik 7 nodig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oké. Dat is dat gedeelte in ieder geval. Dit moet dan €450 zijn voor de komende maand. Stuffing, dus 20, 40, 60, 80, 120, 40, 140, 50, 60, 70, 80, 90, 200, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 300, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 400, 10, 20, 30, 40, 450. Dus dat is mooi. Dus ja, ik ga er in ieder geval voor nu een einde aan breien. Ik ga de boel opruimen. En ja, jullie gaan me wel zien. In ieder geval, ik wens je een heel fijn weekend. En tot de volgende. Doei doei.